Toen ik te horen kreeg dat er een film in de bioscoop kwam, gemaakt door de makers van Rogue One, over een apocalypse door AI, toen wist ik niet hoe snel ik tickets moest boeken voor deze film. En zelfs daar kreeg ik mensen naar mee. Het heet The Creator De en het is hier niet ergens. Superleuk om te weten. En toen ik de trailer voor de Expendables 4 zag, dacht ik juist het tegenovergestelde van: oké, dit is niet per se iets wat je moet zien. Maar ook daar ben ik heen geweest en dit is mijn review. Iedereen heeft zijn eigen mening over hoe waarschijnlijk het is dat AI ooit de wereld overneemt. De een verwacht AI echt als robot, zeg maar, die taken van mensen overnemen, en anderen zien het gewoon als een soort computerprogramma. Hoe dan ook, de vraag: neemt AI binnenkort jouw werkgebied over en al dat soort dingen, is een vraag die leeft. En ook daar gaat deze film over. Tegen de tijd dat de film The Creator start, moet je weten dat Amerika en het Westen, die waren een AI aan het ontwikkelen. Dat ging allemaal goed. Het werd een soort beveiligingssysteem zelfs. Totdat de AI Los Angeles bombardeerde. The artificial intelligence created to protect us detonated a nuclear warhead in Los Angeles. Toen besloot Amerika en het Westen te stoppen met het creëren van AI, maar China, Japan en alle landen in het oosten, die gingen gewoon door. En daardoor ontstond er een oorlog tussen de AI die in die landen werd opgebouwd en het Westen. This is a fight for our very existence. En daar begint de film. Dit genre noem je post-apocalyptische film. Dat betekent dat een film afspeelt na de apocalyps. Andere bekende voorbeelden daarvan zijn The Last Ship, die serie. X-Men Days of the Future Past. Ook dat is een voorbeeld van post-apocalyptische film. Het is wel een heel bekend genre wat het vaak goed doet bij vooral veel jonge kijkers. En in die grote oorlog tussen de mensheid en de AI zijn de mensen echt zo dichtbij om de oorlog te winnen. We are this close to winning the war. Maar de AI die is een superwapen aan het ontwikkelen. But the AI are developing a superweapon. En daartegen maken ze natuurlijk geen enkele kans. De hoofdpersoon van de film die moet dat wapen retrieven. Retrieve it. Te pakken krijgen en zorgen dat het wapen nooit meer in de handen valt van AI. En, kleine spoiler, dat wapen blijkt niet zomaar een wapen te zijn, maar een kind. En dat kind is niet zomaar een kind, maar dat is zijn kind. Did you locate the weapon? Yeah, it's just a kid. Een lijn die de film heel erg probeert te volgen is: wanneer is AI gewoon programming? En wanneer is AI iets waarvan je kan houden, iets wat je kan liefhebben, iets wat belangrijk voor je wordt? They're not people, Maya. It's just programming. En die lijn is best wel dun in de film. Opeens aan het eind ga je best wel heel erg geven om het kindje wat volledig bestaat uit AI. And I'm not a person. En dan is het uiteindelijk een soort whoever has the kid wins the war. Whoever has that kid wins the war. Het gaat hem uiteindelijk, de hoofdpersoon, niet meer om het krijgen van het kind om de wereld te vernietigen met dat kind of wat dan ook, maar gewoon omdat het zijn kind is. En het gaat de anderen niet meer om het behouden van het kind omdat ze dat zo graag willen, maar gewoon omdat het een AI-kind is. Dus hou je van post-apocalyptische films zoals X-Men Days of the Future Past, dan is ook The Creator iets van jou. Hou je niet van post-apocalyptische film, maar wel van robots die ijs eten, dan is ook deze film iets voor jou. How about ice cream? Hou je helemaal niet van post-apocalyptische films, maar wil je wel weten hoe realistisch het gevaar van AI is, dan is deze film niet per se iets voor jou, want dat is niet daadwerkelijk een heel goede beschrijving in deze film. Maar het is wel echt een aanrader. Het is echt een goede film. De film Expendables 4 heeft een IMDb rating van 4,8 sterren uit de 10 en heeft een Rotten Tomatoes score van 14%. Mocht je beide scores niet kennen, Rotten Tomatoes gaat tot 100. En als het 100% is, is het echt een goede film. En IMDb gaat tot 10. Dus als het een 10 heeft, is het echt een goede film. En deze heeft op Rotten Tomatoes een 14% en op IMDb 4,8. Is geen goede film. Maar ik vond van wel. Oké, het plaatje is iets genuanceerder. Als je kijkt naar de hoeveelheid audience
die deze film een goede film vonden, dan zegt 71% van de kijkers dat dit exact was wat ze verwacht hadden. En dat is een beetje het ding van die Expendables. Het is niet per se heel goed, maar het is gewoon, je houdt ervan of je hebt er een hekel aan. En er zit niet echt iets tussenin. En als je ervan houdt, dan hou je van de eerste en dan hou je ook van de vierde. Ik ga je er kort over vertellen. Het verhaal begint heel origineel. Terroristen hebben bezit gekregen van nucleaire raketten. Terroristen hebben taken possession of nuclear missiles on a cargo ship off the coast. Nou, zo beginnen 1000 films en het team van The Expendables moet daar droppen, moet zorgen dat die wapens niet in de verkeerde handen blijven. If these babies go off, it'll be World War 3. Oké, ik ben blij dat ze weinig moeite hebben gestoken in de verhaallijn, want de verhaallijn in dit soort films is niet belangrijk. Dit soort films zet je aan om gewoon even je brain uit te zetten en lekker die film te kijken. Dus er is heel veel actie, zoals dit. Take cover! En dan heb je een heel klein beetje verhaallijn, zoals dit. To choose this life over friends. En 1 plus 1 is 2 en dat is The Expendables. Ik vind het zelf helemaal geen slechte film. Ik vind het ook geen goede film. Ik vind het een van de betere Expendables films. Ik heb ook alleen de eerste gezien en ik vond hem beter dan de eerste. Dus ik vind niet dat het alle haat verdient die het krijgt. The Expendables is niet goed. Je hoeft er niet heen. Je mist niks als je niet gaat. Je gaat geen nieuwe dingen leren van die film. Maar als je even denkt van, hey, ik heb 2 uurtjes vrij en geen zin in iets nuttigs doen met mijn leven, maar wel zin om even hard te lachen of te genieten of dat soort dingen, en je houdt een beetje van een soort actie-comedy film, dan ga je naar The Expendables. Best wel leuk. Ik heb er zelf heel erg van genoten. Ik ben gegaan met iemand van mijn studentenvereniging. Ik wil niet zeggen dat het een aanrader is. Ik wil ook niet horen dat het een slechte film is. Het is een soort van allebei. En aangezien er nu een top 10 komt van de beste films die ik afgelopen tijd in de bioscoop heb gezien, gaan de films die ik het langst geleden heb gezien eruit. Dat zijn in dit geval Mac 2 The Trench en De Oneindige Slijmfilm uit de 7e aflevering. En daarvoor in de plaats komen The Creator en Expendables 4. Dan komt nu de top 10. Op 10 staat The Equalizer 3. You look like a killer. Op 9 staat Stars at Noon. A lot of people are involved. Op 8 staat De Vuurlinie. Ik geloof je wel, maar ik ben waarschijnlijk de enige. Op 7 staat After Everything. Nothing matters in this world if Tessa's not here. Op 6 staat Astolfo. Insomma, chi ci vive in questa casa? Allora io, lui. Op 5 staat My Big Fat Greek Wedding 3. Who wants souvlaki? Paging souvlaki. Op 4 staat Happy Single. Oh, ze willen het er niet over hebben. Nou, dat we juist over hebben. Op 3 staat de film van deze week, The Expendables 4. If these babies go off, it'll be World War 3. Op 2 staat de film van vorige week, One True Loves. No matter what you do, you're gonna break somebody's heart. En op 1 staat ook de film van deze week, The Creator. The artificial intelligence created to protect us detonated a nuclear warhead in Los Angeles. En aangezien ik jullie ook graag nog een top 10 meegeef van de films die ik afgelopen tijd thuis zelf heb gezien, komt die nu. Op 10 staat nog steeds Alida Battle Angel. It's the loneliest feeling not to know who you are. Op 9 staat The Expendables. The only thing you need to know is the job's real and the money's real. Op 8 staat The Big Short. Banks have more incentives than greed. You're wrong. Op 7 staat Gifted. Banks says I'm not supposed to correct older people. Nobody likes a smartass. Op 6 staat Star Wars Episode 9 The Rise of Skywalker. Good people will fight if we lead them. Op 5 staat Indiana Jones and the Temple of Doom. Dr. Jones, you know how to fly, don't you? No, do you? Op 4 staat The Lost City uit 2022. I enjoyed your book about the Lost City and I believe you're the one who can help me find its treasure. Op 3 staat Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Always knew someday you'd come walking back through my door. Op 2 staat Indiana Jones and the Last Crusade. This is intolerable! En op 1 staat een film die ik al heel lang wilde zien. Het is het vervolg op Batman Begins uit 2005, namelijk The Dark Knight. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Wat fijn dat jullie de tijd hebben genomen om even te kijken naar mijn review van The Creator en naar mijn review van Expendables 4. Dan vragen jullie je natuurlijk af, hey Harmon, waar ga je het volgende week over hebben?
Volgende week ga ik het hebben over de film The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Ik ben er met mijn ouders heen geweest. Wil je daar meer over weten? Kijk dan zeker volgende week weer mijn video. Tot ziens. Tot later.